even kijken, dan is het Lelis, die is gezien. Die zet dat wel vol. En dan heb ik even kijken, dan is 18, dat is de bocht. En dan is het Mario Moussemekki, Claudio Mario Moussemekki en 89. Dat is Rick Weland. Hij ook daarbij, hij die vierde plek. Tenzij er een aanval komt van Rickers. Maar Weland is daarbij. Hij ook in die finale hier vanmiddag. Andere halve finale hier met ook de boys van open klasse 7 jaar. Tot 7 jaar moet ik zeggen. En dan is het nummer 89. 88 moet ik zeggen. 12 is het voorin. Van der Heijden, hij zit voorin. Dat heb ik er al 3 geteld. Heb ik er al 3 geteld. En dan is het 205. Rick Schakerhaden. Hij pakt die vierde positie. Ook voor hem verdiend. Die zien we zo dadelijk terug in die finale. Inmiddels open klasse 8, 9 jaar ook. Halve finale, volle bak, 4 kaarten te verdienen. 4 kaarten te verdienen jaar in die open klasse. Open klasse 10, 11 jaar met Jansen van Ewijk, Gerritsen, Schepers, Vliegen, Piepers, nog een Piepers, Hermans en Bokkelman. Maar het is van Ewijk. Van Ewijk voorop, het was te verwachten. En dan is Jansen de hele dag wel goed rijden, maar toch in de derde positie. Het zegt ook wat. En het is Gerritsen die daar zich verder veilig stelt. En zie ik 43 daar heb Schepers. Voor Schepers is het hier de tikken. Dus, van Langveld die daar voorop zit. En zie ik Van Os daar in de derde positie. En de derde positie is dus voor Van Os. Even kijken achterin, lijkt de kans vertekend voor een aantal rijders, maar Olaf en Kuipers zit erbij. Maak een stapje naar de open klasse 12, 13 jaar met Tollevoet, Eikelen, De Bie, Rijswijk, Hoornman, Assauer, Derksen, Maas. De snelle dames en heren van 12 en 13 jaar. Maar het is Schepers hoor, het is Schepers namens... Ja hoor, het is niet Schepers, maar natuurlijk Eikelen. Eikelen van het Dreamteam. Eikelen van het Dreamteam. Hij stelt zijn ticket veilig en dan zie ik daar de man. Ik wil zeggen met 42 naar 136. Die gaat helemaal vooruit. Assauer, Assauer. Met 12, 13, met Van Eindhoven, Van Assel, Piepers, Kiviet, Jacobs, Marco. Op Nies houdt het gestegen. Het is op zich al een finale, al die namen hier die je bij elkaar ziet. Maar... We zijn weg gewoon met de wild van de wijs van de Groenendaal, Koenraad, Van Hoven, Schepers, Van Hulst en Hobo. Maar het is Koentje van de wijs hoor. Opnieuw. Schrijf ik ook al volgens mij al de hele middag eentjes voor hem. En de voorlopig is dan de man de wild. Hij is de man, kijk in de wit. De wit moet ik zeggen namens Mikros. Hij lijkt dat vierde ticket voorlopig bij te stellen. 25, 26 is ook gezien. En de wit is inderdaad namens de Mikros. Hij pakt dat vierde ticket bij die open klasse 14, 15 jaar. Ah, het is Heerkes hoor. Heerkes zit voorin. Twee lijkt ook gezien, maar 3 en 4 nog lang niet. Daar komt het aan de volgende bocht in. Heerkes heeft het veilig gesteld voor zichzelf. En is het dan ook veilig voor 71? Zit de Huisman naar de veilig? Die zit ook veilig. Dan zit Van der Spijker ook veilig, maar dan... Kijken we daar naar even kijken. Is het volgens mij 71 die Jan Bukker had? Zit ik hier aan 22 even kijken. Molman namens het Orange BMX team. BMX team die hier voorop zit. Molman stelt de zaken veilig op zichzelf. We zien we daar ook in de finale. Samen gesloten, wegwijnt. Die gaan we dadelijk nog in de finale terugzien. Maar dat is Vrijzen, moet ik zeggen, aan. Met de kleine matadoren, met verschijnen Marcus Spruit, Basemans voor Geffen en Roemke. Maar het is Verschijndel hoor, Verschijndel is al weg. Die rijdt hier de hele dag al heel sterk. Verschijndel is weg. Die gaan we zo dadelijk zien, die is gezien. Verschijndel. Boy.
boys 9, girls 10 in mijn eigen klas. En het is Piepers, Mr. Paul Piepers van de Wheels. Die zit vooraan. Straks ook al een opnieuw schrijven achter deze grote kleine man. Schrijf ik in eentje. Want hier wat doet het 30 mensen. Boys 10, girls 11. 4 tickets nog te verdienen in die klasse. Maar het is Goossens. Goossens zit voorin. Heeft de hele dag al goede zaken gedaan en zie ik daar de Wikros erachteraan komen. Inderdaad, het is de Wikros, het is 2.38, het is Brekermans, die zit er mee goed bij. De zus staat er ook nog goed bij en hij ook. En het is 34, dat is Lopez San Lorenzo. Hij heeft dat vierde ticket daar te pakken, dat achtste ticket moet ik zeggen voor die finale. Boys, 11, girls, 12, half finale met Peters van Ewijk, Gerritsen van Manos, van Dinter, van Kessel, Hermans en van Doren. Het is de Dream Team, Mr. Erik Peters, nummer 22. Opnieuw voorin. En dan is het Sam van Os op die vierde plaats. Oh, en dan ga je er zo af, maak je zo'n mooie move. En dan is het klaar, dan is het over. En zien we je op een andere wedstrijd terug. Die man die erbij zit. En dan is je er zo bij, les je 3 en 4. En dan is het in één keer klaar. Is het over voor je. Jammer, Robin van de Groenendaal. De boys 12 en de girls 13 met Van Langveld, Leenders, Kivi, Derk, Hooghakker, Struik, Kuipers en Dameling. Maar het is Kivi hoor, het is Kivi voorin. Kivi voorin en dan is de vierde plaats van die met 382, Kasten Derk. Hij zit er ook bij. En dan is er een heel gat wat niet meer gedicht gaat worden. Maar wie zit er dan bij? Wie zit er op die belangrijke vierde plaats? Dan denk je nog even dit feintek vanmiddag. Kan hij nog bijkomen van deze? Hij tikt zomaar over. Hij tikt zomaar over. Kan het toch? Ik denk dat ik een rijtje voor de jury word. En dan hebben we de boys 13. De boys 13 met de Piepers van de Wetering, van Rijswijk, Dieres en Leters van de Broek, van de Kamp en Temmen van Kempen. Maar het is de man met platen 56, Mr. Rick Piepers van de Leondoor. Hij zit erbij en dan is het een paar keer de Wheels sterke vereniging ook hier. Die doen goede zaken hier vanmiddag met 2 mensen naar die finale bij de Boys. Boys 13 met Sissy Lemmens, Hobo de Bie, Haan, Leijzen, Verschuik en Van der Steen. Maar het is Sissy hoor. Sissy die zit voor hem. Die heeft zijn kansen even netjes afgewacht. Je hebt al de hele dag netjes gekeken van waar moet ik vlammen. Nou, dat gebeurt op dit moment. Want voorlopig is het de vierde plaats voor Verlijzen. Verlijzen 2.84. Gaat hij het dan doen voor die laatste tickets in die klasse? Ik denk het wel. Hij is er ook bij. Boys 14 jaar met Van de Groenendaal, Van Hassel Eikelen, Van Dongen, Jester Smits, Assauer en Van der Wiel. Is op zich al een finale. Naar, er gaan er 4 afvallen hier. 4 van die hele snelle mannen die hele hoge jumps maken hier. Ik kijk even daar, dat zie ik natuurlijk zie ik daar Van de Groenendaal. Hij zit erbij. Groenendaal is mee, maar die vierde plaats dan. Daar wordt het dringend in de bocht. En kun je dan bijhouden inderdaad. En dan is het voor Kerstin. Kerstin heeft denk ik die vierde plaats verdiend. Van Rooij, Omring, Van Uden, Vloed, Nederkoren, Schuurmans en Bekkers. En Loek. Het is, even kijken, het is 152, 159 moet ik zeggen. Het is Van Assel van het Loek team. Hij zit safe, hij zit erbij. Die zien we daar terug in de finale. En dan is het inderdaad in derde positie. Dan is het 3-1 Van Rooij. En dan is het 157, 775 in Lune. Nee, zien we ook erbij. Ik denk dat het gezien is. Lady 14 plus met Huisman, Jacob van de Gevel, Linde van der Boom, Roelman van Zandvoort en Jacob. Het is Huisman hoor, Huisman, de woman in charge. Ze gisteren al eventjes een valpartijtje gehad, maar zet hier vandaag letterlijk uit alles weer recht.
En pak hier, zoals het nou was, gewoon die eerste plaats in die halve finale is, die gaan we dadelijk terugzien. En dat vierde ticket dan. Ja, dat lijkt dan voorlopig lijkt dat te zijn. Even kijken. Is het voor nummer 8? Het is 8, het is Annemarie Meulman. Zij, jou hoor, zij ook erbij. Anderhalve finale, ladies 40 plus. Zo dadelijk tikken wij meteen door naar de Man 17 Plus. De Man 17 Plus met Klaas Aas Brink, Van de Biezen, Van Helsen, Koenen, Van de Dikkenberg en Van de Stijn. Klein valpartijtje geweest daar, maar 371 is dan Klaas, die zit voorop. En dan is het Brink 2. En dan is het volgens mij, even kijken, is het 31. Laatste halve finale bij de Man 17 Plus. En down the fence, down the fence. En de 17 Plus Man, 4 tickets te verdienen daar voor een semifinal. Semifinal, kijk keihard hoog die bocht in. We zien ook dat het nodig is. Maar het is 24, het is 22. Bolman, hij is erbij van het Orange BMX team. Die laat het helemaal niks gebeuren hier. Die zien we dadelijk gewoon terug. Die is maar het vierde ticket lijkt dan voorlopig voor 24. Dat lijkt het ticket voor Verstegen. Ik denk dat Verstegen erbij is. Ik denk dat Verstegen erbij is. En dat Mike Klerks ernaast krijgt.